De flitspalen in het centrum van Hove hebben nog geen enkele hardrijder geflitst. Ze kwamen er met de heraanleg van de Hovense Oost-Westas en de invoering van de zone 30 vorig jaar. Maar de politie zelf deed wel snelheidscontroles en gooide op een klein jaar 2600 bestuurders op de bon. Intussen merkt de politie van de zone Hekla een duidelijke mentaliteitswijziging. Nochtans zijn de meningen in de straat daarover verdeeld. Zoals je nu ziet, die rijdt gewoon minstens 50. Dus sommigen wel. Er zijn er bij die hun snelheid maar alleen aanpassen aan de pal. En voor de rest volle gas er hoofd vliegen. Ik weet zelfs niet of men zich ervan bewust was dat die flitspalen niet werken. Maar ik geloof niet dat dat de hoofdreden is. Ik denk inderdaad dat als er 30 staat, en dat is nu eenmaal de aanduiding, dat men dat ook zoveel mogelijk zou doen. De snelheidscamera's staan technisch helemaal op punt om aan het flitsen te gaan. Ook het Antwerpse politieparket engageert zich om de PV's op te volgen en rechtvaardigt daarmee het installeren van de zone 30 in het centrum van Hove. 30 is altijd natuurlijk een beetje traag natuurlijk. Men zit rap om die snelheid natuurlijk, maar dan moet het natuurlijk. Hè. Ik denk dat in dit geval met deze eraanleg dat de enige optie was om zone 30 te maken. Dat is inderdaad traag, maar er zijn nog gemeenten die zone 30 hebben. Binnenkort moet de Nationale Veiligheidsraad nog haar goedkeuring geven. De flitspalen zullen dan niet werken op momenten dat het niet nodig is, bijvoorbeeld tijdens de spitsuren. Tot dan zal de politie er wel snelheidscontroles blijven houden.